Thank you, ladies and gentlemen. First luck is James to throw first. Game on. One on the end, 40. Seventy-seven. 60. 40. 100. 100. 100. James, you require 144. 128. Martin, you require 160. 125. James, you require 16. 16. Yeah, that's game shot at the first leg. James Wilson. Second leg, it's Martin to throw first. Game on. 140. 40. 140. 95. 81. 100. Martin, you require 140. 44. 89. Martin, you require 96. 96. Yeah, that's game solved in the second leg. Martin Adams. Third leg is James to throw first. Game on. 97. 140.
114. Sixteen. 100. James, you require 84. 4. Yeah, that's game short. Then the third lad, James Wilson. Fourth lad gets Martin to throw first. Game on. 180. 16. 100. 85. 100. Martin, you require 136. 96. 95. Martin, you require 40. 4th shot in the fourth lap, Martin Adams. Fifth lap is James to throw first. Game on. 100. 140. 140. 100. 57. 123. 100. Marty, you require 138. 114. Op de lat. Dus nu krijgt Wilson maar één dart voor een dubbel. Mits hij een triple raakt. Ja. Die gooit hij, dus die dart op die dubbel gaat hij sowieso krijgen. Dubbel 16. Ja, die gooit hij dan wel. Het is op een tippetje. Hij heeft echt gewoon zijn eigen leg, hè? Heeft nog. En dan zal je zien in de gemiddelde dat Adams hoger scoort dan Wilson.
Maar ja, Wilson houdt gewoon zijn eigen legs. Adams is iedere leg constant. Ook nu weer zijn eigen leg. Begint hij gewoon weer goed. 120 frames. Kijk, hier te zien hè. Adams. Het is een rechte lijn. 104,5 gemiddeld. 100. Over de hele wedstrijd. 110 bijna scorend. En Wilson. 94,7. Dat is best een groot gat. Maar hij houdt zijn eigen legs. In zijn eigen legs speelt hij goed. En de legs die Adams begint, laat hij het eigenlijk een beetje lopen. Zo kan het dus zijn dat je gemiddelde heel veel lager is dan dat van je tegenstander. Maar je toch gewoon in die wedstrijd zit. Ja, het zijn de checkouts van Wilson die hem tot nu toe redden. Ja, goed, die missers van Adams, moet ik heel eerlijk zeggen, die zitten wel allemaal in één lek. En die lek won die gewoon, dus die doen hem geen pijn. 140. Nou, dan hadden we het al even over een soort top 10 of top 20 wat je wilt. Van beste spelers aller tijden. Adams hoort daarbij. En is het toch jammer dat we hem nooit in actie zien tegen een aantal andere van de toppers. Dan hebben we het uiteraard over de toppers die actief zijn bij de PDC. Er is maar één toernooi waar het voor de televisiecamera's, want op het demonstratiecircuit gebeurt, doet hij het wel. Ja, ja. Er is maar één toernooi waar dat kan, en het is de Grand Slam of Darts. Veel BDO is daar actief, maar die uitnodiging heeft hij nooit geaccepteerd. Ja, dat is game show in de sixth line. Martin Adams. Seven black is James the Crow first. Game on. Het is helaas toch nog een gevolg van de politieke oorlog binnen de dartswereld. Ja, het is niet zozeer dat Adams een probleem heeft met de spelers van de PDC. Hij heeft gewoon een probleem met de organisatie die PDC is. En dat is zijn goed recht, vind ik altijd. Ik denk dat hij namelijk, als we alle jaren dat toernooi nu gehouden wordt, de Grand Slam, volgens mij vanaf 2007 of 8 of zo. Ik denk dat hij al aardig wat geld heeft laten lopen, hè, voor zijn principe. Dus, weet je, los van de inhoud heb ik daar wel respect voor. Ja. Weet je, het is een man die principes heeft en daar ook naar handelt. En ja, op het moment dat er geld bij komt kijken, dan zie je dat die principes nog wel eens van tafel worden geveegd. Niet bij hem. Het is een lucratief toernooi. Niet bij hem. En als hij hem één keer had gewonnen in zijn keer, wat gewoon zou kunnen, dan wint hij meer dan dat hij op het WK van de BDO kan winnen. En dat is anderhalve ton volgens mij in Britse ponden, wat de eerste prijs daar is. In ieder geval 100.000. Volgens mij hetzelfde ongeveer. Ja, dan is het hetzelfde inderdaad. Maar dat is dus echt een flinke krat. En hij is in staat om het te winnen. Ja hoor. Althans, in ieder geval in staat om heel ver te komen. Goed. 140. Die zijn om gemaakt te worden. 100. James Wilson is als eerste op een finish, maar Adams kan er flink wat druk op gaan zetten als zijn derde pijl ook in de triple 20 belandt. En dat doet hij, sterk hoor, Adams. Zet hem op 36, dus opnieuw de druk bij James Wilson. Zojuist lukte het op het nippertje met 104 en nu staat hij op 108. Dat betekent dat hij een andere dubbel overlaat en dan is het de dubbel 18. 19. En nu wordt hij gemist. Martin, you require 36. Het moest een keertje komen. De break van Adams op Wilson. Zo, dat is het loopie 18. Die is een biertje waard. Oh, een notspelletje, maar hier vandaag op het podium niet. Dubbel 9. En dan mist hij. Dan faalt hij toch hoor, dat valt me op. Ik heb geen moment in de wedstrijd Blues darts gehad. En nu wel. Dus Wilson alsnog. Moet gaan corrigeren met een 1. Ja, dat is dubbel 4. 14. Dit is de leg waar het omdraait. Denk ik. Wie pakt leg 7? Adams naar dubbel 4. Ja, dat is geen zo. Inderdaad, Martin Adams die James Wilson breekt. En zo ging het gisteren eigenlijk ook tussen Wilson en Phillips. Uiteindelijk was het daar ook één breakverschil die de partij besliste. Al ging het daar wat meer op en neer, was het een heel sterk begin van Phillips. Tussenstuk van Wilson en daarna Phillips die weer goed rijden. 121.
die partij was van 8 om 8 minuten en 23 seconden over 12 afgelopen. Inmiddels zitten we in de middag van zaterdag. Hebben we hierna nog één partij te gaan. Laten we dat zeker niet vergeten. De man uit Schagen aan de hockey, Jeffrey de Graaf. Hij gaat het opnemen tegen de Belg Geert de Vos. Maar eerst natuurlijk nemen we het einde mee van deze partij. En Adams blijft maar die trippels gooien. Het is net een burgslang die langzaam maar zeker de lucht uit je lichaam perst. Hij beukt je gewoon murf. Als hij in goede vorm, en hij lijkt dus hier in goede vorm te zijn. 190. Wilson komt wel even met zijn tweede 180. Sluit dus nog wel aan. Maar of dat genoeg is, dat valt te betwijfelen. Want hop, hij laat weer tops over. En dus zal Wilson 160 moeten uitgooien. Het kan nog steeds. Een triple ernaast. Nee, nu kan het niet meer. Dus alsnog Maarten Adams. Knappe overwinning hier op James Wilson. Tops voor Adams. En dan ligt de verdedigend kampioen van de Zuidertuin Masters eruit. En dat is bij deze gebeurd. Voor de tweede keer verliest James Wilson een partij in de pool met 5-3. Kijk naar het gemiddelde van Adams. Ruim 103. Hij maakt indruk op Wolfie.